Boerin Suzanne Rusink uit Aalten heeft samen met chef-kok Nels Schellekens uit Winterswijk een uniek concept bedacht. Ode aan de os. Als een koe een vrouwtjeskalf krijgt, dan wordt het een koe en gaat het melk geven. Maar wat moeten we met al die mannetjes? Stierkalfjes gaan normaal gesproken naar de kalverhouderij en daar wordt er dan kalfsvlees van gemaakt. Maar bij Suzanne is dat anders. Ze houdt verschillende koerassen en niet alle soorten leveren genoeg vlees op. Kalverhouders willen daarom haar stierkalfjes niet hebben. En wat ga je dan met zo'n stierkalfje doen? Wij daarmee doen, die laten we castreren. Die laten we lopen bij particulieren of zorginstellingen. En er zijn heel veel particulieren die grond hebben, maar die eigenlijk niet goed weten wat ze ermee moeten. Dus wij zetten daar wat ossen neer en aan het eind van drieënhalf jaar, dan krijgen ze uitbetaald in kilo's vlees. Mensen die ook één of meerdere ossen in de wei willen hebben, kunnen aansluiten bij het concept van Suzanne en Nel. Hoe meer animo, hoe meer ossen er in de Achterhoek kunnen lopen. Je wordt dan een zogenoemde ossenoppasser. Inmiddels zijn er in de Achterhoek al meerdere oppassers die blij zijn met de komst van de ossen. Zoals ook op deze zorgboerderij. En wat je ziet is dat naast dat ze mooi in het landschap passen, ze een hele grote sociale functie hier ook hebben. Omdat die cliënten de cliënten hebben ze eigenlijk handtam gemaakt. En nemen ook de verzorging op hun van die dieren. Dus die ossen zijn van veel meer grote maatschappelijke waarde als dat wij van tevoren eigenlijk hadden bedacht. De os wordt in Nederland weinig gegeten. De reden daarvoor is dat het dier minimaal 2 à 3 jaar oud moet zijn voor consumptie. Daardoor is het voor boeren duur om de ossen te houden. En dat is jammer, vindt chef-kok Nel Schellekens. Zij bereidt al jarenlang ossen van kop tot kont in verschillende vleesproducten. Ossenvlees is prachtig. Het is echt heel, heel erg mooi naarmate het dier langer leven heeft gehad. En een mooie bewijding en een goed leven daarin. Totaal zie je dat terug op bord en niet alleen, je proeft het ook. Dus het heeft een intermusculair vet, zoals ze dat noemen, een vlees-vetverhouding, die gewoon heel erg belangrijk is. En dat proef je tegenwoordig heel erg weinig, dat zie je heel erg weinig. Iedereen bedankt. Ik hoop dat u een impressie heeft gekregen van wat voor een prachtig concept dit is, die ode aan de os. De Achterhoekse os. Onze droom is natuurlijk dat ossenvlees zoveel mogelijk op de kaart wordt gezet in de Achterhoek, omdat we een duurzaam stukje vlees neer willen zetten. Vlees, het is nog een. We zijn het aan het uitrollen. Zo moet je het eigenlijk. Dit komt hopelijk een heel erg breed netwerk waar het vlees te verkrijgen is. Maar wilt u meer informatie? Ik zou zeggen, neem contact op. Dat kan, we staan er, we doen het en we gaan ervoor. Dram, doen wij het.